60 is het nieuwe 40. En 80 is binnenkort misschien wel het nieuwe 50. We worden steeds ouder, ik hoop het. En de ontwikkelingen om zo gezond mogelijk oud te worden vliegen je om de oren. Nou, aangeschoven is journalist Pim Christiaans. Pim, hartelijk welkom. Ik ken je van het boek Check Je Houdbaarheid. Ja. En je hebt hier een, hoe heet dat, een boekenzien. Ja, een kruising van een boek en een magazine. Ja, en ja. Jij zit bovenop alle onderzoeken die er gaan op het gebied van healthy aging. Wat doe je nou zelf? Nou, een hele hoop. Maar je kunt het in twee dingen verdelen. Ja? Die dingen waarvan echt is aangetoond volgens mij van dat slim om te doen. Ja. En dan heb ik ook nog een hele hoop dingen die ik dan gewoon wil testen. Ja. Want als je zo ziet wat er allemaal te doen is aan het slikken van allerlei preparaten. Ja, ik zie hier een heel leuk. Het ziet eruit als allemaal lekker borrelnootjes. Ja. Maar nee hoor. Ja. Wat slik je hiervan bijvoorbeeld? Nou, allemaal. Allemaal. Ik zie alleen dit is wel van de categorie don't try this at home. Oké. Okay. Want wat hiervoor staat, dat zijn 6 supplementen waarvan wetenschappers zeggen van ja, dat is slim om bij te slikken als je dat niet voldoende uit voeding haalt. Ja. En dan dit is meer wat iets meer experimenteel. Ja. Maar achter ieder stofje, dat is het mooie ervan, er zit echt wetenschap, er zitten teams achter, verhalen. En als je daar eenmaal in gaat verdiepen, zoals ik dat doe, dan is het heel moeilijk om dat niet te gaan uitproberen. Ja, mag ik heel eventjes vragen, die supplementen, die doen eigenlijk helemaal niks met je lichaam als je het gewoon binnenkrijgt door je voedsel. Ja. Dus dan is het gewoon, dan doet het niets. Je moet voorkomen dat je, dat is ook het verhaal wat we vertellen in ons eerste boekenzin. Dat is een heel belangrijk verhaal van een Amerikaanse topwetenschapper die dat heeft uitgezocht op basis van proeven met dieren en mensen. Dat als je maar een klein beetje tekort hebt aan bepaalde vitamines, dan gaat je veroudering in de hoogste versnelling. Ja, en dat willen we niet. Nee. En dus het is de taak om dat te voorkomen. En in principe kun je alles uit voeding halen. Je hebt geen supplementen nodig. Maar door de manier waarop we tegenwoordig leven, niemand heeft meer tijd om 2 uur in de keuken te staan. De producten, er zitten minder goede stoffen in. Het is gewoon goed om dat te blijven slikken. Ja. Nou ja, laten we even. Er zijn 6 supplementen, zei je. Wat zouden we moeten slikken als we zeg maar allemaal, zoals ik, meisjes boven de 40 zijn? Ja. Nou, het belangrijkste is dat alle wetenschappers die wij hebben gesproken, die zeggen een multi. Maar zonder ijzer. Precies. Een multi zonder ijzer. Ja. Want anders krijgen we te veel ijzer. Ja, dat is ook een voorbeeld. Het kan ook misgaan. Ja. Je kunt absoluut ook. Je moet niet zomaar lukraak van alles gaan slikken. Ja. Dus als je het echt het grote hogeschoolwerk doet, dat doe ik ook. Hè, dan doe ik het onder begeleiding van een arts. Ja. Ja. Een anti-aging arts. Precies, juist. Laten we het even doornemen. Ik denk magnesium moet eigenlijk bijna iedereen wel slikken. Ja, want magnesium dat is betrokken bij alle DNA-reparatie-enzymen. En er komt ontzettend veel mensen hebben daar eigenlijk een tekort aan. Ja, als ik het een paar dagen niet slik, krijg ik kramp. Maar val ik ook nog in deze categorie? Nou, jij bent nu nog jong en dynamisch. Je bent nog jong. Ja. Is dat preventief? Of? Ja, absoluut. Dat is het verhaal hoe eerder je ermee begint. Ja. Anti-aging, dat begint eigenlijk al vanaf de geboorte. Eigenlijk al vanaf voor de geboorte. Oh, wat verschrikkelijk. Ja. Dus, je bent te laat. Er is toch hoop. Hoor. Maar laten we even naar die supplementen, want die wil ik toch. We hebben magnesium, visolie. Visolie, heel belangrijk. Ja. Je kunt in feite, als je 2-3 keer per week vis eet, hoef je het niet te slikken. Maar het is wel ontzettend belangrijk om binnen te krijgen. Als je daar, ook voor je hersenen is het belangrijk, voor je hart en bloedvaten. Veel mensen krijgen daar te weinig van binnen. Ja, is ook goed voor je. Goed nadenken. Ja. Wat heb je daar nog meer? Vitamine D. Ja. Ja, D3, hè? Ja, we leven gewoon in een land met weinig zon. Ja. Zon is wat je vitamine D moet aanmaken. Ja. Of je moet het uit voeding halen. En bijna iedereen in Nederland heeft dus te weinig vitamine D, zeker in de winter. Ja. En dat is ook, daar zijn verbanden met kanker en met depressie. Ja, dus dat is heel slim. Vitamine K2? Ja, dat is zo'n mooie stof. Dat is zo'n goed verhaal, vind ik dat. Want dat is de eerste vitamine waarvan ook echt een verjongend effect is aangetoond. Dus dat je niet alleen maar remt, maar dat je kunt laten zien. Dat je ook nog verjongerd wordt. Ja, dat is Nederlands onderzoek. Maar is dat dan ook zichtbaar of is het echt alleen maar in je lichaam? In je lichaam, meetbaar. Okay. Ja, okay. Dus ze hebben kunnen laten zien dat de vaten, dat die er wat soepeler worden. Ja.